De tweede wedstrijd ging tussen Inter Wanica en de ploeg van PVV. Ook hier 1 minuut stilte voor de aanvang van de wedstrijd. Ingooi voor de ploeg van Inter Wanica. Shaquille Pinto die stuit hier op de Melcio Fer. Scrimmage hier in het strafschopgebied en de overtreding op doelman Tevreden. Geen doelpunt dus. En hier gaat Chiraino Adinda heel goed weg met de actie. En hij stuit ook op ver. Hier een overtreding. Twee mannen die gaan naar de bal. Uiteindelijk werd de speler van PVV hier gekleurd. Hier probeert Inter Wanica weer goed weg te gaan. U merkt dat Inter Wanica creëerde kansen. Alleen werden ze niet in doelpunten omgezet. Hier weer een goede kans voor Inter Wanica. En Malik Kago die stuit ook op de Melcio Fer. En hier Faustino Lemokun die mist hopeloos. En aan de andere kant kan de speler Garfi Kwelling scoren na een steekpas van Faustino Benali. Doelpunt van Kwelling na een pas van Faustino Benali. Hier de hoge bal voor het doel van PVV. En dit is Lemokun. En let u maar op, hij schiet en mist. Onvoorstelbaar. Kwelling hier. Trek voor, Tevreden laat los en Raipina schiet over. Hoe kan je dat doen? Onvoorstelbaar. En dit is een doelpunt gemaakt door Raipina uit de vrije trap. Nadat de overtreding was begaan, scoort hij 1-0. Verslaat doelman Marvelous Tevreden. 2-0. En dat was ook de ruststand van de wedstrijd. Dit is de tweede helft. Hier gaat Kwelling goed weg. Safe van Tevreden. Nu Kwelling weer. En nu kan Tevreden niet veel verrichten. Via zijn vingertoppen gaat de bal in zijn doel, 3-0. En hier, onvoorstelbaar, Miroy Kuba schiet hoog over. Eigenlijk zou je kunnen zeggen voor open doel. En dit is een mooie actie van Shaquille Pinto. Tussen de benen door. Goede aanval weer van Inter Wanica, maar dit schot gaat in het zijnet. En aan de andere kant kopt Shaquille Petrusu in. Shaquille Petrusi is zijn naam. 4-0 is het dan voor de ploeg van PVV. En Shaquille Petrusi wordt goed aangespeeld. Hij geeft de bal dan breed aan Faustino Benali. En die bepaalt de eindstand op 5-0. Voor de ploeg van PVV. Dat was dus de eindstand.